Het gaat niet goed binnen het taxiwezen. Dat geeft de voorzitter van de Vereniging van Taxiouders in Suriname aan, de heer Glenn Ramadin. We hebben een gesprek met hem gevoerd waarbij de heer Ramadin aangeeft wat de uitdagingen zijn waarmee taxihouders te kampen hebben. Je hoort VETA-host voorzitter Glenn Ramadin. Nou, in ieder geval, taxiwezen heeft vanaf 1997 moet het zijn, toen die witte pomp werd aangekomen. Ik weet niet of het 97 of daar voor is, hoor, was taxiwezen al verwezen naar de witte pomp. Dus we hebben daar vanaf toen nooit gebruik gemaakt van subsidie van de overheid. Dus wij zijn gewoon afhankelijk van wat er wordt getankt. En het ging goed, totdat het nu bijzondere vormen aanneemt. En ik zou zeggen, als het 35 of zo moet gaan worden, dan is het helemaal dood. Want dan kunnen de mensen het niet meer betalen. En nu al zien we dat het slapper wordt in de avond. Men gaat niet meer zoveel uit. En dat rust ook op die taxihouder, waardoor de avonddiensten slapper gaan draaien. En vele bedrijven sluiten zelfs 's avonds, omdat ze, ja, je moet personeel betalen als je doordraait. Dus in overweging van al die dingen zie ik dat het erg is afgenomen. In de ochtend gaat het nog, maar in de avonduren dan zie je dat het overal een beetje slapper is, vooral na 10 uur, 11 uur. Als de casino's er niet waren, dan waren we ook al klaar. Konden ook de tent sluiten na 11 uur. En weer blijvend bij de benzineverhoging. Welk effect heeft dat tot zover gehad voor het taxiwezen als we kijken naar de vorige verhogingen? Nou, de benzineverhogingen zijn een beetje killend. Weet je waarom? Omdat je die onderdelen en het levensonderhoud van een taxichauffeur ook is gestegen. Vroeger had je een beetje benzineverhoging, maar het viel nog mee. Maar nu met de koers die zo hard gaat, zijn de onderdelen verschrikkelijk gestegen. En ik heb daar net een jongeman gehad die verklaard over dat ze achterremmen zijn gaan verwisselen. Het is al 1000 SRD moest hij betalen. En als je dat per dag niet kan verdienen, hoe betaal je het? Begrijp je? Dus die onderdelen van die wagen is zo duur geworden dat als je iets moet verwisselen, dat het een enorm bedrag is. En behalve dat die olie een enorm bedrag is. Maar zijn er andere dingen die spelen. Kijk, een band nu is al bij de 500 zoveel. En als je nu in een gat gaat, heb je weer een kapotte band. Begrijp je wel, maar die gaten die er nu zijn, die onderstel van die wagen gaat eerder kapot. Omdat die wegen zo, kijk de Gomperstraat. Als je nu in de Gomperstraat rijdt, kunt u bijna niet rijden. Er ontstaat files daar, om die gaten. Hier ook aan de Anamoestraat, hetzelfde probleem. En overal in het land zie je hetzelfde, van Hogeruitstraat, kijk weer grote gaten. Dus we weten zelf niet wat er gebeurt. Men laat het land gewoon voor wat het is. En men zorgt voor niets. Wateroverlast is een ander probleem. De laatste tijd raken straten die niet onder water raakten, onder water. Dat komt niet alleen door het weer, maar het komt door achterstallig onderhoud. Hier door Tonnenland bijvoorbeeld is achterstallig onderhoud. Weet je, er zijn nog meer factoren, maar ik zal die niet noemen. Maar men maakt geen studie van wat er gebeurt in het land. Wil ik u zeggen dat die zaken invloed hebben op het taxiwezen en de taxichauffeurs? Ja, water zeker toch. Want kijk, als er hoog water is, rijden er nauwelijks taxi. Waarom? De nieuwe wagens die nu rijden, wagens boven 2005, hebben allemaal sensors. Die gearbox, die remmen. En wat gebeurt als zo'n sensor van je kapot gaat? Er blijven wel lichtjes branden op je dashboard. Je gaat het moeten vernieuwen, want iets van die wagen gaat niet goed werken. En het momentje dat gaat vernieuwen, kost een sensor je al 500, soms 1000, soms 1500. Dat is het verschil van wat voor sensor het is. Gearbox is een ander probleem. Als het een gearbox sensor is, kost het je 1000, 7000, 8000 om te gaan vernieuwen. Dus daarom rijden er als het regent weinig taxis rond. Want die oude wagens die kunnen er tegenaan, maar die nieuwe wagens die blijven liever thuis. Want die man wil zijn auto niet kapot hebben. We hebben de afgelopen jaren een wildgroei gemerkt binnen het taxiwezen. Heeft de VETA was met de huidige regering gesproken om dat te ordenen? Ja, we hebben gesproken. Er was een assembleelid bij me geweest. Misschien kan ik de naam noemen, Cedric van Samson. En ik heb ook met hem gesproken. We zijn daarna naar het ministerie geweest. Hij heeft een afspraak gemaakt met de minister. We zijn daar geweest. De huidige minister van TCT, Vipitana. En we hebben met hem gesproken. En we hebben hem toen ook nog
de manier hoe wij die ordering van taxiwezen zien. Want wij willen geen wet meer hebben, we willen regelgeving hebben. En dat is al vanaf de jaren 90, 92 zijn we veranderd van idee. Want vroeger was wet het probleem. Maar wat ik heb gemerkt bij overheid, gaat het zo dat een ambtenaar gaat bepalen wat moet gebeuren. En hij denkt maar aan de ene kant. Hij denkt niet aan de andere kant. Wat gebeurt er met die taxichauffeur dan? En daarom hebben we gezien in het buitenland ook, heeft men wetten voor taxis laten varen, ook in Nederland overal. Men werkt met regelgeving. En dat hebben we ook gemaakt en aan de minister gegeven. Hij mocht zijn dingen bijvoegen, kon zijn dingen nog bijvoegen en dan even met ons terug babbelen. Maar het is niet gebeurd. Nadat we hem hebben gegeven, is het daar gebleven. En niets meer gehoord. Tot de dag vandaag hoor ik een heel ander ding. En heeft u wederom getracht om, heeft het bestuur van VETA's wederom getracht om contact te maken met de minister? Ik heb contact gemaakt met Cedric. Hij zegt dat hij contact heeft gemaakt. Dus in hoeverre het is gegaan, weet ik niet. Ik heb met iemand van het ministerie die ik van vroeger af kende, want VETA's bestaat vanaf 1992, zijn we bezig. En vanaf die witte pomp. En we hadden heel wat problemen onderweg gehad. Maar zulke grote problemen nog niet. Begrijp je? Want er waren problemen toen in tijden van de regering Weidenbos. Maar die waren te overzien waarom. Er was veel geld in omloop. Het geld kwam in handen van de bevolking. Maar nu gebeurt dat niet. De bevolking gaat steeds meer, de overheid betaalt niet goed en de mensen krijgen weinig geld in handen. Dus dat verschil heb je. Begrijp je? En dat maakt dat bepaalde zaken achteruit gaan. Wat betreft uw vraag was precies minister. Ja, waarom doet u dat? Waarom maakt de VETA-host niet rechtstreeks contact met de minister, maar via een DNA-lid? Ik had dat geprobeerd, maar ik kwam niet verder dan zijn secretaris. Die zegt dat hij nooit binnen is. En nu zien we dat er een toerismewet in behandeling is. Is er gesproken met de VETA-host over de toerismewet? Nee. Er is nergens met ons gesproken. Het is een ding dat ik zelf heb gezien op tv. Ik heb me niet druk gemaakt erover, omdat ik dacht van, als er niet met de sectoren zijn gesproken, gaat het mislukken. En als men mensen gewoon aanzet om dingen te doen, want ik heb het ook gezien, hè, men had zo'n tours opgericht, zo'n vereniging. En waar die gelden zijn gegaan, is niet bij de VETA-host. Maar er zijn wel gelden vrijgemaakt voor de hotels. Maar het was voor die sector. De taxibedrijven hebben nooit van die gelden kunnen profiteren. Ze hebben ons nooit daarover meer. Maar ze willen je telkens op een vergadering hebben. En we hebben toen ook afgezegd als lid van Tours. Tours bestaat er van ons meer helemaal niet meer. Dus geef een moment. Zien we dit nu komen. We zien weer andere mensen. En als er niet meer die sectoren wordt gesproken. Dan vries ik weer voor hetzelfde.